allereerst de toetsen. Want omdat architectuurgeschiedenis een van onze eerste colleges voor eerstejaarsstudenten is, is een van de belangrijkste leerdoelen eigenlijk kennisreproductie, kennisverwerving. We nemen dan ook toetsen af die echt heel erg gericht zijn op kennisreproductie. Dus echt het kunnen herhalen van feiten die zijn geleerd in de colleges, maar ook uit het handboek en uit alle gebouwen die eigenlijk in het handboek zijn voorgekomen. Ongeveer om de vier colleges is er een toetsmoment ingebouwd over de stof die tot dan toe behandeld is. Deze toetsen die worden dus via Blackboard afgenomen. Daarvoor huren we de computerzalen van het Lipsius gebouw in. En het klinkt misschien een beetje dubieus dat studenten dan via internet een toets moeten maken, waarbij ze dus eigenlijk ook op internet zouden kunnen. Maar we hebben echt gezorgd dat er een goede beveiligde omgeving ontstaan is. Dat we gebruiken de software Respons Lockdown, die ervoor zorgt dat studenten tijdens het maken van de toets eigenlijk niet uit de toetsbrowser kunnen. Ze kunnen niet op internet of in hun eigen mappen of op andere onderdelen van Blackboard. En daarnaast hebben we ook heel erg ons best gedaan om de kwaliteit van de toets te waarborgen. Dat we de vragen goed hebben gerandomiseerd en ook de antwoorden. De toetsen die bestaan alle drie eigenlijk uit 30 gesloten vragen. Ik hoorde begrepen tijdens een cursus toetsing die ik voor dit vak gevolgd heb, dat je met een meerkeuzetentamen eigenlijk tenminste 20 vragen moet stellen om de gokkans laag genoeg te houden. Wij hebben er dan 30 van gemaakt om dit eigenlijk nog verder omlaag te brengen. Het grootste deel van de vragen zijn multiple choice vragen, waarbij studenten één goed antwoord uit vier keuzemogelijkheden moeten kiezen. Daarna zijn er multiple answer vragen waarbij studenten meerdere juiste antwoorden moeten selecteren. Bijvoorbeeld kies uit alle onderstaande afbeeldingen de gebouwen van Michelangelo. We hebben ordering vragen waarbij antwoorden in de goede volgorde gezet moeten worden. Bijvoorbeeld zet deze architectuurtractaten op chronologische volgorde. We hebben matching vragen waarbij steeds twee antwoordcomponenten aan elkaar gekoppeld moeten worden. Bijvoorbeeld koppel de architect aan het juiste gebouw. En we hebben true-false vragen waarbij dus moet worden aangegeven of een stelling juist of onjuist is. En omdat de kans op een goed antwoord in dat geval natuurlijk 50% is, hebben we die vraagsoort eigenlijk alleen gebruikt voor vragen over wat complexere inzichten in de stof. Dus niet over is dit of dat gebouw ja of nee, maar wel over de moeilijkere dingen. Kunstgeschiedenis is natuurlijk een vrij visueel gerichte opleiding. Dat zeggen zelf ook wel eens de enige studie waar je nog boeken met plaatjes mag lezen. En daarom hebben we veel gebruik gemaakt van afbeeldingen in onze toetsen. Die hebben we uit de Artstore of uit Flickr gehaald. Omdat het eigenlijk het makkelijkst in Blackboard te werken was. En we hebben bij de juridische afdeling nagevraagd of het auteursrecht niet geschonden werd, maar dat bleek niet het geval. En eigenlijk hebben we ook dankzij Blackboard veel meer gebruik kunnen maken van afbeeldingen binnen onze toetsen. Dat wanneer je een klassikaal schrijftentamen afneemt in een zaal, is het toch wat lastig om echt vragen over afbeeldingen te stellen. Je kan wel een beetje met een diaprojector werken en wat heen en weer klikken, maar iedereen is toch op een ander moment met een andere vraag bezig. Dus dat wordt vaak wat chaotisch, maar op deze manier konden we dus heel veel afbeeldingsgerichte vragen in de toetsen verwerken die ook gunstig waren voor leerdoelen als bijvoorbeeld het herkennen van gebouwen en van stijlen en van bouwelementen. Blackboard die berekent zelf de uitslagen van de toets en die genereert ook automatisch een aantal statistische overzichten. En die zijn voor ons ook heel handig geweest omdat ze gelijk eigenlijk veel feedback op onze toetskwaliteit hebben gegeven. Dat wanneer er bijvoorbeeld een vraag is die de meeste studenten fout hebben, dan geeft dat toch een beetje aan van goh, kijk nog even naar die vraag, is het wel helder geformuleerd, stond het wel echt in het boek. Dat het zelf nog even nagaat en ook juist als eigenlijk alle studenten een goed antwoord hebben gegeven, dan kan je je ook een beetje afvragen van goh, was de vraag misschien iets te makkelijk. Slide. Oefentoetsen. Ter voorbereiding op de toetsen konden studenten per college een oefentoets maken. Deze werden direct na de betreffende colleges online gezet en daar konden studenten ook een mailtje over ontvangen van hij is er weer. De oefentoetsen die, bestonden elk uit 7 vragen over dus zowel de collegestof als de literatuur die ze voor dat college hadden moeten lezen. En qua vorm en niveau waren ze vergelijkbaar met de echte toetsvragen.
De oefentoetsen hebben ze wel als doel gehad om studenten een beetje te activeren om tussen de colleges door met de stof aan de slag te gaan. Maar ook om de studenten een beetje te laten wennen aan het soort vragen dat we tijdens de toetsen zouden stellen. Studenten die konden zelf ook een beetje controleren hoeveel ze eigenlijk van de lesstof hadden opgepikt. En ze kregen ook eigenlijk direct feedback op hun prestaties, omdat de antwoorden direct na het maken van de toets werden gepresenteerd. En waren ook met een beetje een uitleg erbij of een verwijzing naar een passage in het boek die ze nog even konden bestuderen. Ook van de oefentoetsen zijn statistische analyses gemaakt door Blackboard. Ik heb zelf geen statistische achtergrond, ik mag daar ook waarschijnlijk niks over zeggen, maar het leek er wel op dat er wel echt een verband was tussen het maken van de oefentoets en de resultaten van de echte toets. Dat we merkten wel vrij duidelijk op dat eigenlijk van de studenten die voor de echte toets geslaagd waren, eigenlijk iedereen één of meer oefentoetsen had gemaakt. En juist van de studenten die gezakt waren, die hadden ook eigenlijk allemaal geen enkele oefentoets gemaakt. Er was bij elke groep eigenlijk steeds één uitzondering op de regel, dus dat vonden we zelf wel vrij opvallend. Dan de zwijg. Mag ik één tussenvraag stellen? Ja hoor. Wat bedoel je precies met vergelijkbaar? Met de toetsvraag in de tweede zin. Ja, dat ze gewoon, dat eigenlijk een beetje ook qua vraagstelling en qua inhoud een beetje dezelfde soort vragen zijn als bij de toetsen. We hebben heel veel standaardvragen eigenlijk gebruikt, dat de studenten moesten over elk gebouw dat in het handboek stond, moesten ze bijvoorbeeld weten wie is de architect, wanneer is het gebouwd, waar staat het. Maar kan het dus zijn dat het zo vergelijkbaar is dat het staat gelijk? Nee, het is niet hetzelfde. Oh, nee. Het is niet gelijk. We hebben heel goed gecontroleerd dat er geen enkele vraag eigenlijk dubbel gesteld is. Okay. Dat nee, het is niet... zo heb ik jou zo, als je natuurlijk goede okay. resultaten. Ja. Maar dat, hoe doet je visie? Ja, we hebben twee computerzalen en er zitten bij in elke zaal zit er één surveillant. En ja, op die manier zijn ze allemaal tegelijkertijd met de toets aan de slag. De oefentoets maakt dat ook niet uit. Nee, de oefentoetsen die tellen niet mee. Ja, de echte toetsen wel, maar de oefentoetsen zijn echt personeel wel aan te raden, maar niet verplicht. Hoeveel studenten, misschien heb je gezegd, hoeveel studenten doen eigenlijk de echte toets? Want je hebt gezegd, de twee samen, hoeveel studenten zitten daar eigenlijk in? We hebben afgelopen jaar hebben we in totaal 41 studenten het vak afgerond. Er zijn wel een paar nog tussendoor afgehaakt die gewoon met de hele studie gestopt zijn. Dit jaar hebben we er 65. En op het moment dat het niet zou lukken om alle studenten in die zalen kwijt te punten, hebben we een beetje een beperkte hoeveelheid computers. Maar dan zorgen we dat de studenten echt tot het einde van de toets in de zaal moeten blijven zitten. En dat ze zeg maar tegelijkertijd dat een nieuwe groep erin moet en de andere eruit gaat. We hebben ook een hoop beveiliging er echt op zitten met wachtwoorden. En dat de toets ook niet meer zichtbaar is na afloop. We mogen maar één keer openen en we kunnen ook per student controleren wanneer ze aan de toets begonnen zijn en wanneer ze hem hebben afgemaakt. Dus dat... Ze maken al dezelfde toets. Ze maken al dezelfde toets, maar de vragen zijn ook wel... Ik voel wel dat je daar op deze was gewoon random. Ja, want nee, ze maken dezelfde toets, maar de vragen staan wel in andere volgorde per student, omdat ze ook geen ABC's naar elkaar kunnen doorspelen of wat dan ook. En ook met de antwoorden is dat gedaan. Ja. Dan komen we bij de schrijfopdrachten. Omdat we natuurlijk niet alleen kennisreproductie willen toetsen, moeten studenten ook PSA-opdrachten maken. En die zijn gewoon heel erg gericht op begrip, om het vermogen om de lesstof kritisch te lezen, verbanden te leggen en grote lijnen te trekken. En we hebben daarvoor eigenlijk 9 mogelijke opdrachten aan de studenten aangeboden, waaruit ze er 2 moeten kiezen. En het wordt een beetje langdradig om alle opdrachten uit te leggen, maar ik heb 2 voorbeelden meegenomen. Dat sommige opdrachten zijn heel erg op een... specifiek tijdsvak of op een bouwstijl gericht en andere vragen zijn wat meer algemeen of wat vergelijkender, waarbij ze zelf ook gebouwen mogen uitkiezen. En hierdoor kunnen studenten ook net zelf een opdracht kiezen die ze aanspreekt, omdat ze niet een opgelegde opdracht krijgen waar ze misschien niks mee kunnen, maar ze kunnen gewoon zelf een selectie maken van wat ze interesseert. Wisselt dat per jaar die 9 opdrachten?
Nou, dit is eigenlijk het tweede jaar dit jaar dat we het aanbieden en we hebben wat opdrachten toegevoegd. Maar omdat we eigenlijk pas op een heel laat moment te horen kregen dat we opnieuw met de blended learning opzet konden beginnen, dat hebben we eigenlijk niet genoeg tijd gehad om daar echt heel uitgebreid naar te kijken van goh, wat moeten we omgooien, moeten we er wat uithalen of niet. Ik ben vorig jaar ben ik in maart begonnen om voor september de voorbereiding te doen en ik ben dit jaar voor het college van september pas in november eigenlijk aangesteld. Dus dat is gewoon heel gehaast bezig om alles op tijd te krijgen, maar de opzet is eigenlijk bijna hetzelfde als vorig jaar. Dan is tot als laatste toetsonderdeel hebben we een korte presentatie. De colleges zijn eigenlijk zo ingedeeld dat de docent Caroline de eerste helft van het college zelf aan het woord is. Dan aan het begin van de tweede helft geven drie studenten een korte presentatie van 5 minuten. Daarop krijgen ze dan feedback van zowel de docent als medestudenten. En de resterende tijd, meestal een beetje een half uurtje, 20 minuten is, dan is de docent weer aan het woord om het luistergedeelte voor te zetten. En binnen de presentaties behandelen de studenten een toegewezen gebouw uit het handboek. En aan de hand van een PowerPoint-presentatie bespreken ze dan een beetje de achtergrond en de vormgeving van een gebouw en waarom het gebouw relevant is voor de architectuurgeschiedenis. Alle studenten moeten een presentatie voorbereiden en ook op Blackboard uploaden, maar vanwege de studentaantallen kan niet iedereen aan de beurt komen. Dus eigenlijk de avond voor het college, als iedereen zijn presentatie heeft geüpload, dan maakt de docent een selectie van de 3 studenten die moeten presenteren. En de overige studenten, meestal zijn dat er ongeveer 5 die dan niet aan de beurt komen, die moeten dan feedback geven op de presentaties van de presentatoren. En die worden ook daarop beoordeeld. Eigenlijk voordat we aan de collegereeks begonnen, wilden we wel graag een moment van feedback inbouwen, omdat het gewoon heel nuttig is voor de studenten, zeker in zo'n vroege fase van hun studie, om gewoon concreet te horen hoe ze het doen. Maar we wilden aan de andere kant ook niet een heel uur van presentaties, omdat dat enerzijds een beetje ten koste zou gaan van de hoorcollegestof en aan de andere kant vinden studenten het bij ons vaak ook niet leuk om een uur lang naar elkaar te luisteren. En de motivatie en de aandacht die verslapt in dat geval ook vrij snel. Op deze manier wilden we eigenlijk een soort middenweg zoeken waarbij dus inderdaad wel dat feedback element hebt en ook gelijk met een beetje interactieve colleges en ook afwisselen. Dat ze niet alleen maar 2 uur lang naar een verhaal luisteren, maar dat je echt een beetje afzonderlijke onderdelen hebt waar je mee bezig bent tijdens die 2 uur. Dit zijn de resultaten die ik uit een rapport van het IPLON heb overgenomen. Ik ben een klein beetje af of het helemaal klopt, want ik weet bijvoorbeeld dat er in 2011, 2012 helemaal geen schrijfopdracht gegeven is. Ik denk dat ze eigenlijk bedoelen dat het een tussentoets geweest is die met 68% is geslaagd, maar in ieder geval de resultaten van 2012-2013 die kloppen wel. We zijn eigenlijk blij dat er gewoon in alle onderdelen een stijgende lijn te zien is en dat vooral dat die onvoldoende uit de eerste toets verdwenen is. Ook de studentevaluaties die waren positief. Na afloop is er een enquête gehouden onder de studenten die zo 18 van de 41 is ingevuld. En ondanks dat studenten wel echt aangaven dat ze het veel tijd vonden kosten en dat ze ook veel meer tijd in dit vak hebben moeten steken dan in andere vakken, vonden ze het wel leuk om te doen. En ze geven ook aan dat de nieuwe opzet echt hun zelfstandige inzet bij het vak bevordert en dat ze ook gestimuleerd werden om het handboek te bestuderen voor de met name de toetsen en de essays. En ja, een beetje als kleine kanttekening is wel dat er is veel meer tijd gaan zitten in de coördinatie en de voorbereiding van deze cursus. Want de toetsen worden wel door Blackboard nagekeken, maar de schrijfopdracht en presentatie natuurlijk niet. En dat is in verhouding veel meer werk geweest dan in de voorgaande jaren. En ook de oefentoetsen en de toetsen die kosten aardig wat tijd om te maken en ook te programmeren in Blackboard. Het ontwikkelen van nieuw onderwijs is natuurlijk altijd tijdsintensief, maar het ICT-aspect heeft dat wel echt versterkt bij ons. En bij onze evaluatie is dan ook aangegeven dat dit vak eigenlijk niet meer op dezelfde vorm kon worden aangeboden zonder technische ondersteuning. Dat is iets wat andere blended learning pilots in
pilot van het Iclon eigenlijk ook hebben aangegeven. Maar gelukkig heeft al het werk van zowel ons als van de studenten dus wel een hoop positieve resultaten opgeleverd. En is de opleiding eigenlijk heel tevreden. Oké, dankjewel. Duidelijk verhaal.